Universiteit van Nederland legt uit. Ben je beter in sport als je vroeg in het jaar geboren bent? Of je goed bent in sport heeft natuurlijk te maken met hoe goed je traint, je aanleg, hoeveel doorzettingsvermogen je hebt. Maar het hangt ook heel erg samen met de maand waarin je geboren bent. En dat heeft niks te maken met de biologie, met hoe het weer was of met de sterren. Dat heeft alles te maken met hoe we in de jeugd de categorieën indeelt. Of jij wel of niet in de categorie mee mag doen. En dat is in heel veel sporten het geval. Bijvoorbeeld in het schaatsen, atletiek, zwemmen, noem het maar op, tennis, hockey en ook in het voetbal. Stel, je hebt 20 spelers en een coach die moet een elftal opstellen. Ja, dan kiest hij waarschijnlijk degene die het sterkst zijn, het snelst zijn, de beste traptechniek hebben. En de rest, die blijft op de bank. Maar kijk nu eens naar die geboortedata. Wanneer zijn ze geboren? Nou, dan valt op dat het overgrote deel van de spelers in de eerste maanden van het jaar geboren is. Dit heet het geboortemaandeffect en is een groot probleem in heel veel sporten. Bijvoorbeeld in het voetbal. De KNVB heeft de geboortedata van de huidige profvoetballers uitgezocht. En wat blijkt? Nou, het overgrote deel is geboren in de eerste helft van het jaar. 35% uit de eerste 3 maanden, januari, februari, maart. 29% in de maanden april, mei, juni. En dan, ja, minder in juli, augustus, september. En nog veel minder in de laatste maanden van het jaar. Dat komt door de manier waarop wij selecteren en onze jeugdwedstrijden organiseren. Daarbij houden we geen rekening met ontwikkelingsverschillen. Bijvoorbeeld bij voetbal laten we kinderen die in hetzelfde jaar geboren zijn met elkaar spelen. En dat jaar begint op 1 januari. Dus de kinderen die geboren zijn in hetzelfde jaar komen bij elkaar in het team. Kijk, als kind groei je. Je wordt elke dag een beetje groter, een beetje sterker. Je begint klein, maar uiteindelijk word je groot. Stel, dit is de ontwikkeling van iemand die is geboren in februari. En dat gaan we vergelijken met iemand die is geboren in november. En die loopt natuurlijk achter in ontwikkeling bij degene die geboren is in februari. En dat is volkomen natuurlijk en normaal. Behalve als je wil gaan selecteren. Want dan hebben we te maken met een vaste datum. Die 1 januari. En dan heb je grote verschillen. Het jongere kind is minder ver dan het oudere kind. Het oudere kind is groter, heeft meer spierkracht en zal ook waarschijnlijk beter presteren in de sport. En daarom zal de coach waarschijnlijk het oudere kind sneller kiezen voor zijn team dan het jongere kind. In de puberteit wordt het nog ongelijker, want dan komt de groeispurt erbij. Gemiddeld heeft een meisje op haar 12e de groeispurt, een jongen op zijn 14e. Maar er zijn grote verschillen tussen de kinderen. En stel nu, je bent vroeg geboren en je hebt ook nog op jonge leeftijd je groeispurt, dan geeft dat een enorm tijdelijk voordeel. Fysiek gezien steek je boven de rest uit. En de coach selecteert jou graag, want met jou in het team win je altijd. Maar je bent ook sneller uitontwikkeld. En het andere teamlid zal ook nog een groeispurt krijgen. Grote kans dat jouw teamgenootje later fysiek net zo ontwikkeld is als jij. Toch zien we meer vroege kinderen in de sport dan late kinderen. Waarom is dat zo? Dat komt omdat het selecteren een versterkend effect heeft. De vroege kinderen worden gemakkelijker gescout, ze krijgen meer training, ze mogen meer spelen, ze hebben meer mogelijkheden om zich door te ontwikkelen. En dat maakt het verschil alleen maar groter. Kinderen die geboren zijn in de eerste helft van het jaar of die op een jonge leeftijd een groeispurt hebben, zijn niet per se beter. Ze sporten gewoon meer. Tegelijkertijd zien we een negatief effect bij de later geboren kinderen. Ze kunnen het plezier verliezen in de sport en dan stoppen ze ermee. Dat is zonde. Nog een nadeel. Die kinderen die wat later zijn in hun ontwikkeling, lopen ook meer risico om blessures te krijgen. Omdat ze zo hard hun best doen om mee te kunnen komen. Maar er is ook een lichtpuntje. Want stel je hebt het fysiek moeilijk, dan kun je nog wel je techniek en je tactiek, je spelinzicht, maar ook mentaal heel erg ontwikkelen. Waardoor je uiteindelijk een betere sporter wordt. Het speelt trouwens ook op school, maar op dit moment zijn er meer mogelijkheden om daarmee om te gaan. Bijles, jaartje overdoen, stapelen, via verschillende routes je doel bereiken. Maar in de sport kan dat op dit moment nog niet. Wat kan er dan wel? Wat je zelf al kan doen, is iets minder focussen op het wedstrijdresultaat. Laat niet alleen de kinderen die groot en sterk zijn altijd spelen.
Maar geef ook de kinderen de kans die misschien wat minder ver in ontwikkeling zijn. En ga vooral ook sporten met kinderen die even ver in de ontwikkeling zijn als jij. Misschien zijn ze jonger, misschien zijn ze ouder. Maar op die manier daag je jezelf uit om technisch en mentaal en tactisch jezelf te blijven ontwikkelen. Waarom hebben sommige mensen last van trillende handen en anderen bijna nooit? Ik ben Lenny, neurowetenschapper en in de volgende aflevering vertel ik je alles over.